Ja, het is zover. Ja, het spel is op de wagen. Ja, Frans Timmermans. Ja, de groengoeroe uit Brussel. Ja, hij wordt de lijsttrekker van Partij voor de Arbeid GroenLinks. Verenigd links. Ja, dat gaat hij worden. Ja, en vrienden. Als je nou geen zin hebt in al die deugers in Nederland. En geen zin hebt in al die politiek correcte mensen. En al dat woke gewawel, daar begint het al mee. En als je geen extra belasting wil betalen. Omdat zij zo nodig hun klimaatgekneuzel uit willen rollen. Ja, met windmolens en zonnepanelen en noem het allemaal maar op. Ja, en als je geen zin hebt in hun asielbeleid met van kom maar binnen met duizenden, kom maar binnen met je knecht. Ja, als je daar allemaal geen zin in hebt, vrienden, ja, dan moet je nu goed oppassen en goed opletten. Want als je al geen trek had in D66 en heel veel van jullie, die hadden dat niet en ik ook niet, nee. Maar dit is een grote boze broer, die komt er nu aan met die Timmermans. En die Timmermans, ja, die, kijk, zij hebben zich verzameld. Zij verzamelen zich. Zij zijn wel wat dat betreft slim. Ja, en dan doen ze ook nog eens een keer die Timmermans erbij, die dus in hun kamp nog populair is ook. En dat scheelt dan ook nog eens een keer weer 3 extra zetels. Want met hem komen ze al aan 28 zetels en dan zijn ze de grootste partij. En als dat gebeurt, vrienden, dan weet je echt niet waar je blijft. Nee. Dus ook nog eerlijk delen ook, de hele tijd, met die lui. Dus ik zou zeggen, denk nou heel goed na. Ja, hoe het moet met de verkiezingen, het ligt nu heel simpel. Dit is het kruispunt. Ja, het gaat dus of naar links, of het gaat naar rechts. En rechts heeft zich niet verzameld. Kijk, bij hun wel. Zij gooien alle ballen op de goeroe, op die Frans. Ja, alle ballen gaan op hem. Ja, en op rechts gaan we dat niet doen. Nee, want daar is die versnippering. Want dat lees ik de hele tijd ook bij jullie. Ik lees de hele tijd maar van, ja, ik ga op jaar 21, ik ga op PVV, ik ga op Forum stemmen, ik ga op weet ik veel wie wat stemmen. En die doet het op BBB. Nee, doe dat nou allemaal niet. Wacht nou alles even af en kijk dan wie straks over een tijdje groeit in de peilingen en wie de allergrootste kan gaan worden. En daar gaat je stem naartoe. Naar degene die het grootste kan worden. Dat, als dat eventueel de VVD moet zijn, dan is dat maar zo, vrienden. Ja, alles in belang van hoe houden we de groengoeroe tegen. Ja, daar gaat het om. Hoe houden we hem tegen? En dat kan alleen maar als wij ook alle ballen op één zetten. Alle ballen op één. En straks kan dat Omzicht zijn. Of BBB. En als we het helemaal niet meer weten, dan moet het maar op de VVD. Kan niet anders. Het kan niet anders, vrienden. Dus rustig blijven wachten nu. Neem geen beslissingen over wat je gaat stemmen. En dan gaan we straks over een paar maanden gaan we zien wie onze stem krijgt.